Zo. Nou, daar gaan we dan hoor. Ja, ja. Dit is de dag, ja. Ik gun het Excelsior wel om erin te blijven en geen na-competitie te spelen. Maar ja, Feyenoord wordt kampioen. Dus ja, en als dat ten koste van Excelsior moet vandaag. Het is niet anders, maar ik hoop voor Excelsior wel dat het in de Eredivisie blijft. Dat blijft niet zitten. Gaan we nou krijgen. Ja. Ik had het wel een klein beetje toen ze tegen Ajax moesten. Toen was ik wel een beetje zenuwachtig, maar zoals ik het nu heb, zo erg heb ik nog nooit gehad. En dat vind ik best wel apart, want ik ben van mezelf ook niet gewend. Dus ik heb het wel, ja. Nou, mooi toch? Ja, hey. Helemaal goed. Ik heb altijd volgehouden dat ik niks heb met voetbal, maar dat kan ik nou ook niet meer hardop volhouden. Geloof niemand meer. Dat Feyenoord gevoel, dat raak je niet kwijt. Je woont heel erg dicht bij het stadion. En ja, je bent gewoon hartstikke blij als het goed gaat. Zo. En uiteraard Radio Rijnmond dan. Hè. Daar voel ik me bij thuis. Ja. Het Feyenoord gevoel, dat wordt bij die zender wel het meest uitgedragen, denk ik. Ja, dat is zeker traditie. Ja, nee, het is geen echte Feyenoord wedstrijd zonder Rijnmond op. Nee, het hoort er echt bij. Ik heb dit echt nog nooit zo gehad. Nee, je zit al een uur. En dan gaan we zo beginnen, Dennis, aan de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Hier op de uitstrijd tegen Excelsior. Prachtig. Berghuis, die kent heel binnen. Toe prachtig paas naar Vilena. Is dit hem dan? Vilena nog steeds. Heeft de midden aan Berghuis die heel met zijn rechter schieten. Er wordt gebroken was op. Dan heeft het Feyenoord slechts een corner op in de test. Maar die Haan zal er toch zeker wel eentje doorlaten. Hij wordt betaald door Feyenoord. Oh. Verdorie. Overleeft het nu hoor, dat het nog 45 minuten zo gaat. Oh. Jongen. Echt hè. Had toch op de zin wel moeten staan, kom op hé. Oh. Gaan spelen. Mijn hemel! Oh. Ja, kunstgras, hè? Ja, kom nou! Oh mijn god! Je kunt de vlag al stok hangen natuurlijk. Nou, gaat wel. Zo hebben we het aan Oh, wat heb ik hier? Zes. Ja, we gaan nog een week wachten. Jongen. Ja. Oep. Zo.